Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League. Wie wordt het? Gudmundsson of Yılmaz? Wie komt er als eerste? Ik denk Yılmaz. Loopt hij er dan over? Hier komt Yılmaz, die trapt ze erover. Hij loopt niet over de bal, trapt over de goal. Dan komt die vrije trap. Hij is er meteen, maar die met een vuist. Opgepikt, terug voorgebracht. Niemand die er een voet kan tegenzetten. Penalty check. Ja, waarschijnlijk, hè. Krijgen we hier ook. Ja, ja, en dat betekent dat de VAR het al gezien heeft, hè. Penalty. Ja. Tuurlijk. Yılmaz geconcentreerd. Daar komt hij. En erin. Het is 1-0. We hebben een match. We hebben een match. Ja, hoor. En ze gaan lekker tekeer hier in het noorden van Frankrijk. Dan zijn er zoals nog geen vrijlopen, hoor. Zoals ze in basket zeggen, maar ja, met Rüdiger, kop groter. Misschien wel de beste kopper. Alles in zone. Bij Lille. En het is tegen de muur. Alonso ging zijn eigen kans. En het muurtje stond. In de slotseconde, daar komt misschien nog een kans. En een goal. Zomaar uit het niks, Pulisic. Met de gelijkmaker op slag van rust. Bij de aandringen nog van Lille met de Gudmundsson. Goede schijnbeweging, kan de bal dan brengen. Wie kan er koppen? Marcos Alonso. André. En Lille blijft even aandringen met Bamba. Hup, nog een dribbeltje. Bal komt, Yılmaz. Dat scheelde niet zo heel veel, maar die was er niet gerust in. Hij ging er nog vol voor. Gewezen ja, dat... topspeler in Europa, de Liberiaan. Timothy heeft Amerikaanse nationaliteit, want geboren in New York. Mooi gevoetbald van Lille. Yılmaz. Zijn vader dan een president? Dus? Ja, ja. Ah, George is president geworden in Liberia. Ja, de zoon van de president. Ja. Daar is de goal, nee! Tegen de paal nog, Yılmaz. Nee, Zeka. Zeka was het, ja, ja. Yılmaz was nog blijven hangen. Ja, ze hinderen elkaar. David had ook kunnen koppen. De voorzet. David trekt nog zijn hoofd in, omdat hij voelt dat Sika in zijn rug is. Goed initiatief. Hij had het toch over aan Kanté. Weinig gezien, hè, N'Golo Kanté vandaag. Geen zo opvallende wedstrijd hier in zijn thuisland. Hier is de kans misschien. En het 1-2. Azpilicueta. Als een duiveltje uit een doosje. Ja, ze kunnen het natuurlijk, Wim, Chelsea. Gewoon heel even versnellen. En Lille zoek gespeeld. En nu ben ik het met jou helemaal eens. Wedstrijd gespeeld. Ja, en ja, optimaal geprofiteerd van die offensieve flank hier die WA is. Kwam een beetje tekort tegen Azpilicueta. En die, ja, kan centraal uit de voeten. Maar hier op zijn kouste voeten. Weg van WA. Lukaku, kan hij nog iets forceren?
Oh, gaat dat makkelijk liggen. Krijgt toch nog een vrije trap. Aan de lichaamstaal zal het wel Alonso zijn. Ja. Ah, mooie krul. Net te hoog. Heb je vaak. Als je over de muur gaat van zo'n plek. En over en out. 1-2 de winst voor Chelsea. Blijven overwinningen aan elkaar rijgen. Na de verliezende finale wel tegen. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League.